Hi, welkom. Welkom bij WebWinkelCheck. In deze video ga ik je laten zien hoe je kan voorkomen dat je nepproducten online koopt. Allereerst is het belangrijk om te weten wat merkproducten zijn en wat de functie is van een merk. Vervolgens ga ik je laten zien hoe je dit kan voorkomen, hoe je online kan voorkomen dat je nepproducten online koopt. Dus laten we maar beginnen. Allereerst is het belangrijk dat je moet weten dat een merk verschillende functies heeft. Een van de functies is gewoon communiceren. En als je een merk hebt opgebouwd als ondernemer of bedrijf of wat dan ook, dan communiceer je je merk met de klant. Je geeft de klant wel de garantie als hij jouw producten koopt. Als je een reseller hebt, dan moet de reseller dat ook geven. Want anders komt het niet goed over bij je klanten. Als jij wil voorkomen dat je nepproducten koopt, kijk naar de herkomst van het product. Waar halen ze het product vandaan? Het beste wat je kan doen is gewoon kijken van hoe zit het met de reviews op hun website. Dus we gaan even naar Google. Stel je voor ik wil een iPhone kopen, dan google ik meestal iPhone op. En dan krijg je verschillende aanbieders. Tele2, BelSimple. En zo kan je zien of het nep is of echt. Kijk, bij Coolblue, ik heb goed vertrouwen bij Coolblue. Ze hebben ook diverse reviews. Wat je kan doen is gewoon de reviews gewoon lezen van de klanten. En aan de hand van de reviews kan je beslissen van oké, is deze ondernemer of in ieder geval is dit bedrijf wel te vertrouwen. Dus dat is een mogelijkheid. Wat je ook kan doen is kijken naar de prijs. Kijk, als een iPhone hier 700 euro kost en iemand biedt het aan voor 200 euro voor dezelfde iPhone, dan ga ik wel twee keer nadenken voordat ik die iPhone koop. Ook al is het tweedehands. Want je moet gewoon kijken van hoe het precies zit. Je hebt ook een website dat precies aangeeft hoe je herkent of een iPhone echt is of niet. Dat is deze website. iPhone.nl, hoe herken je? Ze leggen precies uit hoe je dit herkent. En dit is wel handig als het gaat om iPhone. Je hebt ook verschillende websites voor verschillende producten. Dus deze website raad ik echt wel aan om te bekijken. Je hebt ook andere websites dat de indruk maken dat zij kunnen aangeven wat nep is of niet. Dat is deze website, echt. Maar ik heb deze website doorgenomen en het blijkt dat deze mensen niet weten wat zij doen. Vooral de eerste zin wat ze hier zeggen. Als jij namaakproducten op de markt brengt, dan mag dat niet. Dat is niet zo. Want wat is hun definitie van namaakproduct? Kijk, als ik een schoen namaak voor mezelf, dan is er niks mis mee. Als ik een schoen namaak met een merk erop en ik verkoop het, dan is het wel een namaakproduct. Dus hun definitie op de website vind ik helemaal niet kloppen. In ieder geval, dat is mijn mening. Ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Zij geven je niet echt goede tips. Vooral deze website is outdated. En ik zal er niet zo snel gebruik van maken. Het punt wat ik wil maken is dat als jij een product zoekt en jij vindt, als jij de goedkoopste product online vindt, kijk even naar de herkomst. Komt het ook van daadwerkelijk van een echte merk? Dat is één ding wat je kan doen. Je kan ook kijken naar de reviews van de mensen op de website bij het bedrijf. Aan de hand van dat kan je zelf beoordelen of het bedrijf is wel of niet te vertrouwen en of het product wel of niet namaak is. Belangrijk bij telefoon is om op te letten dat als jij een accessoires koopt, bijvoorbeeld een accu of wat dan ook, zorg dat het origineel is. De meeste telefoonbedrijven zeggen dat het origineel is, maar vaak is dat niet zo. Voor als je scherm laat vervangen. Koop originele, want straks is de kleur van het scherm niet goed. Wat opmerkelijk is het volgende. Als je kijkt naar Consumentenbond, hebben zij dit artikel geschreven over hoe herken je of je namaakproduct is of niet. En ik zal mijn mening hierover geven. Kijk, prijs controleren is altijd handig, want als de prijs gewoon echt opmerkelijk is, dan zou ik het niet kopen. En vervolgens kan je op reviews kijken, daar ben ik ook mee eens. Aan de hand van de reviews kan je zelf beslissen of je wel of niet het product koopt en of de onderneming wel te vertrouwen is. Maar dit is niet nodig. Een keurmerk is heel leuk. De meeste keurmerk zeggen van ik ben niet aansprakelijk voor wat de onderneming doet. Begrijpelijk. Maar dit geeft je geen garantie dat het product wel of niet echt is. Dus ik zal dit gewoon niet meenemen. En daarnaast heb je ook marktplaatsen en veilingswebsite. Kijk, als ik iets op marktplaatsen bestel, dan moet ik gewoon kijken van, hey, kan ik die ondernemer vinden of kan ik die persoon vinden? En zo ja, wie is het? En dan pas maak ik geld over of dan pas ga ik daar naartoe. Vaak wat ik meestal doe is gewoon, ik ga gewoon daar naartoe en ik koop het product. Ik laat het niet opsturen. Ik zou het niet gebruiken. Ik zou als ik jou was gewoon je gezond verstand kijken en kijk online wat mensen zeggen over het product en over het bedrijf. Als ze niks erover zeggen, zoek ergens anders. Want dan zegt daar iets over de ondernemer. Het kan ook zijn dat de ondernemer nieuw is. Maar ja, dan moet je risico nemen. Dus dat is een tip dat ik je mee wil geven. Kijken wat je wel of niet kan doen online.
En dit voor de rest vind ik een beetje onzin. Je kan als persoon gewoon je gezond verstand gebruiken. Het beste wat je kan doen is gewoon kijken of de bron gewoon het merk is. Als het niet zo is, niet kopen, want dan is de kans groot dat je geflasht wordt. Er zijn een aantal tips dat ik je mee wil geven om te kijken of een product daadwerkelijk nep is of niet. Je hebt sommige websites die claimen dat ze weten wat nep is of niet. Dat is bullshit. Je kan gewoon je gezond verstand gebruiken en doe je gewoon je onderzoek goed. Je hebt Google, je kan gewoon dingen googlen. Daarnaast heb je deze website. Deze website geeft je een goede overzicht van wat je moet opletten als het gaat om iPhone. Je hebt ook andere websites waarbij ze dit doen, maar dit vind ik in ieder geval duidelijk genoeg om jou erop te wijzen wat je wel of niet kan doen. Je hebt ook het Consumentenbond die jou tips geeft over wat je wel moet doen als het gaat om namaakproducten. Dat advies zou ik niet zo snel volgen. Ik zou gewoon mijn gezond verstand gebruiken en Google gebruiken. Ik heb je een beetje verteld waarop je moet letten als het gaat om namaakproducten of nepproducten online. Kijk altijd naar de bron. Heb je vragen hierover of loop je ergens tegenaan? Neem gerust contact met me op.